Hij staat al een half jaar en hij heeft het in dat hele half jaar volgens mij nog geen dag gebrand. Ondanks toezeggingen van wethouder Ruud Bouter brandt de lantaarnpaal op de Dr. Kortmanstraat bij de oversteekplaats naar basisschool Het Avontuur in Zoeterwoude al 6 maanden niet. Het zit hem niet zozeer in de kwestie van je draait er even een nieuw lampje in, dan zou ik het zelf nog wel hebben gedaan. Maar het zit hem in de leidingen. En daar ben je echt afhankelijk van Liander. En die stelt gewoon prioriteiten. Die hebben het monopolie. Die zeggen van dit is minder belangrijk dan andere zaken. Die doen we eerst. En nu hebben ze gezegd eerst 31 oktober dan doet hij het. En dat is weer verschoven nu naar 5 november. Dus volgende week woensdag ongeveer, dan moet hij het doen. Dus ik kijk er naar uit. Wat nou als hij het op 5 november niet doet? Ja, nou, dan ga ik zelf maar een keer bellen. Maar of dat echt helpt, dat weet ik niet. Maar dan moeten we andere maatregelen treffen. Want het is nu wel heel vaak opgeschoven. En het moet nu echt gaan functioneren. Ja, dat is een zeer bijzonder antwoord, vond ik zelf. Normaal gesproken is het zo dat als jij aan een leverancier vraagt, zeker op zo'n locatie waarbij er gewoon een gevaarlijke situatie ontstaat met het oversteken van kinderen. Het is precies tegenover de school. Dan lijkt mij toch dat iemand die dat uit moet voeren daar ook naar moet luisteren. En dat wordt hier gezegd dat dat niet mogelijk is. Nou, is er toegezegd dat op 5 november de lantaarnpaal eindelijk aangesloten wordt. Wat gaat VVD doen als dat niet zo is? Nou, er staat sowieso in mijn agenda dat ik die avond zelf even langs rijd om te kijken of het hier ook daadwerkelijk brandt, ja of nee. En ik denk dat we daarna maar eens even meneer Buiten aan zijn shirt moeten trekken als die daadwerkelijk niet brandt. Ik bedoel, we zijn al bekend met nachtelijke avonturen als er dingen niet geregeld worden, dus daar kan deze wel bij.